In dit filmpje gaan we een audit uitvoeren op een facility. Hiervoor gaan we eerst naar Resources in het menu. Dan krijgen we de beschikbare resources. Ik selecteer de resource waar ik een audit op wil uitvoeren. Daarbij wens ik aan de rechterkant een nieuwe audit te starten. Wanneer ik een nieuwe audit start, dien ik aan te duiden uit welke checklist, controlelijst ik wens te kiezen. Dus ik kies geen inspectie. Ik duid aan dat ik een volledige audit wens te doen. U kan ook kiezen voor een gedeeltelijk audit of een testaudit. Dus een nieuwe audit starten. U dient aan te geven wie er aanwezig was op de audit. Het kan zijn dat u enkel en alleen uzelf aanwezig was. Ga je nu schrijven dat Jan en Piet aanwezig waren. Een pre-audit. Het had geregend en er waren wegenwerken. Ik kan een afbeelding toevoegen met het tablet. Kunnen we gemakkelijk een foto nemen. Ik klik op de eerste categorie. In deze checklist heb ik maar één categorie gemaakt. Deze bevat twee secties, waarbij de noorderblok twee vragen heeft. De zuiderblok heeft, deze sectie heeft geen vragen. Het blijft een demo checklist die ik snel gemaakt heb. Dus de eerste vraag, clean toilets. Dien ik gewoon aan te duiden, 10 punten indien ja, 0 punten indien nee. En ik heb aanduid dat indien ik een vraag antwoord, ik onmiddellijk naar de volgende vraag spring. Dus ja. Zit ik onmiddellijk op de volgende vraag en oké, er is voldoende zeep. Ik heb niet het juiste aantal punten ingesteld, maar maakt niet uit. Dit is toch maar een demo. Finalisatie. Ik kan nog een aantal post-audit opmerkingen. Dus vriendelijke medewerkers. En ik kan de audit finaliseren. Ziezo. Heb ik een aantal punten opgespaard. De punten kloppen hier niet, dat hangt ook af van het gewicht dat ik heb gegeven in de checklist die niet volledig juist was.